Hartelijk welkom mensen, weer in deze eredienst op deze Sabbatmorgen. Een gezegende Sabbat allemaal toegewenst. Wij willen weer God verheerlijken door Hem te loven en te zingen en te prijzen, door zijn woord te onderzoeken. Dat is belangrijk. Daarom starten we ook weer door eerst een lied te zingen. We gaan een nieuwe serie in en wel... Het gaat over de 144.000 in de 11e uur werkers. Hoe zit dat precies? Er is een hele grote belangstelling voor. We zullen daar echt nooit alles van kunnen weten, maar wel veel dingen mogen we weten. Als we goed Gods woord aanhouden. Net als vaak ook bij de geestprofetie ter bevestiging. Maar we willen eerst de Heere lof toezingen met een psalm. En dat is psalm 55 vers 6. Psalm 55 en daarvan het zesde vers. Het is een beetje een vers om over na te denken, want we zullen het hebben over de muren van Jericho. Bij dag, bij nacht, ja, de alle uren omringen die haar op haar muren. Geen recht, geen onschuld kan er baten, maar binnen in haar heerst de twist. Het wreed verderf, de snode list. Het bedrog wijkt nimmer van haar straten. Dat was toen ook in die tijd van Jericho zo. Laten we eerst met z'n allen gaan zingen Psalm 55 en daarvan het zesde vers. Prachtig dat we zo mogen beginnen en lof mogen zingen aan God, omdat Hij ons dat ook bekend wil maken op deze manier. Natuurlijk, lofzangen zijn ook meer gericht aan God persoonlijk, maar dit is ook een soort lofzang omdat Hij ons alles vertelt. Dat wil ik daarmee zeggen. We willen daarom eerst graag de Heere zoeken in gebed. Terugkijken naar de afgelopen week, zijn we vele fouten en gebreken hebben gehad. Is niet de bedoeling, dat weten we. We moeten stoppen met zondigen. Maar ja, wij vallen weer een nieuwe fouten in gebreken. Of soms herhalen de fouten in gebreken. We willen bidden voor een uitstorting van Gods Heilige Geest op nu. Bij u thuis, ook bij mij. Laten we ook voor elkaar gaan bidden. Wilt u samen met mij de Heer zoeken in gebed? Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. We zijn u weer dankbaar. Dankbaar dat u met grote kracht deze afgelopen week weer bij ons wou zijn. In het bestuderen van uw onfeilbaar woord. Dat u ons hebt beschermd door uw heilige engelen. Wat een krachten rondom ons. We beseffen het soms zo weinig. Maar toch gebeurt het elke dag weer. U bent degene die ons behoedt voor de listen van de duivel. Het zij letterlijk, maar het zij ook geestelijk. Dat we niet in dwaling raken. Heren, we willen u daarom ook bidden of u onze fouten en gebreken wilt vergeven. Die we toch weer hebben gedaan. Hoe is het toch mogelijk? U bent zo goed voor ons en wij gaan weer fouten aan. Met andere mensen, voor onszelf, in omgeving, op wat voor manier ook maar. Help ons alstublieft mee. Het begint al bij de gedachten waar we de fout maken. En dan vloeit die fout daar, die zonde daar gewoon weer automatisch uit voort. Wilt u ons dat alstublieft in laten zien, waar het aan ligt, elke keer weer.
En dank u wel dat u ons ook wilt vergeven. U bent een genadig God. Maar we zullen moeten leren met z'n allen, nu ook. Bijzonder omdat we het over de 144.000 hebben willen en de 11 uur werkers. In deze serie dat we zonder vlek of rimpel moeten staan. Zonder bedrog in ons hart. In alle oprechtheid, anders kunnen we u niet levend ontmoeten. We bidden daarom of u ook heel in het bijzonder bij die mensen wilt zijn die het heel moeilijk hebben, die strijd hebben te gaan. In gezinnen, in huwelijken, in families, in de kerk. Waarom? Omdat ze dat zuivere woord niet meer uit mogen dragen. Waarom? Omdat ze gehaat en bespot worden, omdat ze die geweldige mooie waarheden voor deze tijd, dat nieuwe licht aanvaarden en in hun mond krijgen dat zoet in de mond is, als honig, en dat zo bitter in die buik wordt. Alsjeblieft wilt u hen helpen. Wilt u ook bij degene zijn die ander geestelijk verdriet hebben, geliefden hebben verloren, op wat voor manier ook maar. Altijd alleen zijn. Heren, steun en sterk. Dat ze mogen weten dat u hun in uw hand hebt gegraveerd. En dat moet een hele troost zijn voor een ieder van ons. We bidden daarom ook of u ons verstand wilt verlichten. Dat we mogen verstaan en mogen begrijpen wat u ons hebt te vertellen. Ook nu weer. Juist ook weer in het Bijbelboek Rut. Maar we zullen zien dat we in Jozua echt moeten starten om het goed te kunnen en willen en mogen begrijpen. Kom met uw Heilige Geest over ons. Kom ook over mij met uw Heilige Geest, dat ik heel duidelijk mag spreken de woorden die u in mijn hart legt. Dat het geen eigen woorden zijn, maar dat het afkomstig is van uw troon. Kom daarom met die heilige kolen van dat altaar van de troon op mijn lippen, dat ik de juiste woorden kan en mag gebruiken, ter eer en lof van u. Zo leggen wij deze eredienst voor u neer, deze serie voor u neer, dat het een serie mag worden ter eer en lof van u. Dat bidden we van u om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. Wij starten onze serie weer en onze Sabbat weer met het allerbelangrijkste. Dat is de wet van God. Wij willen die geweldige geboden in ons hart weer dragen. Want als wij doen wat God van ons verlangt, gehoorzamen, zeggen we, dan gaat God ons helpen. Dan gaat hij ook de schriften voor ons openen. Misschien moeten we dat beter leren begrijpen. Geen gehoorzaamheid aan God. Niet doen wat God van ons verlangt, onder andere de 10 geboden. Ja, wat verwacht u dan van onze geliefde God? Dat hij u de schriften gaat openen? Dat u gaat verstaan wat het Bijbelboek Rut nu precies inhoudt? Wat staan Richteren en Esther, gaan we nog mee bezig? Oude testamentische boeken. Laat staan Openbaring, Nieuw Testament, de profetieën. Dus houd er rekening mee dat het ontzettend belangrijk is, hoe staat u tegenover God, hoe gehoorzaam bent u en hoe staat u tegenover uw medebroeders en zusters, medemensen mag u ook zeggen. Dus wij leren weer van onze geliefde God en Vader uit Exodus 20 vers 1 tot en met 17 en van onze geliefde Heer Jezus. Vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zegde: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog in dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk aan de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon,
nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Amen. Tot zover die geweldige, mooie wet van God weer. Waar wij graag uit leven willen en naar leven willen. Zoals al gezegd, we gaan het Bijbelboek Rut onderzoeken. Maar ik kan u nu al vertellen dat we bijna niet aan het Bijbelboek Rut toekomen. Er moet eerst nog iets anders onderzocht worden. En ik heb wel eens vaker verteld, ook in de serie van Rechteren, het is net of gaat alles achterstevoren. En dat klopt ook als u die studies hebt gevolgd van zijn boodschap in Daniël, zijn boodschap in de Openbaring. Dan hebt u geleerd hoe die chiastische structuren in elkaar zitten. Vanaf het begin naar het einde. En alles komt weer terug. Dus het loopt enigszins ook weer terug. En dus ook vanuit Rut vandaan gaan we eerst weer beginnen bij Jozua. Jozua is in principe het eindpunt in alles wat er gebeurt. Terwijl het begin is van het letterlijke Israël. Dus we willen even een klein stukje lezen. Probeer u een kleine opstap te geven in Jozua elke keer. Misschien in de toekomst gaan we nog eens het hele Bijbelboek Jozua behandelen. Maar we hebben nu ook al veel ervan behandeld. Omdat het belangrijk is. Laten we even beginnen bij Deuteronomium 34. Ga ik nog een stap verder terug. Want daar staat een hele belangrijke regel. In Deuteronomium 34 vers 1. Tot en met 3. Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab, na de berg Nebo, op de hoogte van de Pisga. Dat is interessant, want we hebben ook in Daniël 11, vers 40 tot en met 45. We hebben ook de berg des heiligen sieraads. Maar er is iets bijzonders bij. Welke recht tegenover Jericho is. Inderdaad, wij, de berg des heiligen sieraads, de 144.000 elduurwerkers, die moeten straks de strijd opnemen tegen wie? Tegen Rome. En we zullen straks ook zien dat Jericho veel met Rome overeenstemt. Gaan we straks nog vanuit de Bijbelse encyclopedie onderzoeken. Ik heb hem bij de hand, dus daar kom ik zo nog op terug. Dus die Pisga, die berg, welke recht tegenover Jericho is. En de Heere wees hem dat ganse land Gilead tot dan toe. En het ganse Naftali en het land van Efraïm en Manasse. En het ganse land van Juda tot aan de Achterzee. En het zuiden en het evenveld der vallei van Jericho, de Palmstad, tot Zoar toe. Het heel interessante is, moet je even meenemen hierin. Nogmaals, daar kom ik later wel weer op terug. Dat dit het moment is dat Mozes alles te zien krijgt. Veel te zien krijgt van God. Dat is interessant dat hij later, bijna niet direct, een aantal dagen later, of een dag later, exact weten we het niet, maar weer opgewekt wordt door God. Dat weten we, want Mozes is in de hemel. Denk aan dat de Heer Jezus hier op aarde was en dat Mozes en Elia hem kwamen verlichten, hem, Jezus Christus. Dus Mozes is een persoonlijkheid, heel interessant, kunnen we een beetje vergelijken met die mensen vanuit de zesde hervormingsperiode, die sterven zullen. Ook tijdens de luide roep. En we zien ook dat een Jozua daarna komt. En heel interessant weer,
is dat Jozua in die zevende hervormingsperiode thuis hoort. Nogmaals, dit is te veel om direct te begrijpen misschien, maar weet, hier liggen heel veel verbanden in ten opzichte van de zesde en de zevende hervormingsperiode. Want straks zullen velen sterven en ook weer opgewekt worden in die kleine vooropstanding. Diegenen die de Sabbat hebben gehouden en de drie engelenboodschap hebben gebracht, zullen in een vooropstanding weer opstaan. En dit wat er gebeurd is bij Mozes is zo'n geval. Maar afgezien van dat, dan gaan we even verder naar Jozua. Dus Mozes, Jozua, nauw met elkaar verbonden. Dat is de kern die u hier even uit moet nemen. Interessant is, als we naar Jozua toe gaan, Jozua 1, hoofdstuk 1, vers 1. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, den knecht des Heeren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, den dienaar van Mozes sprak, zeggende. Interessant dat Jozua dus ook een nieuwe naam heeft gekregen. Mag u zelf nog eens nazoeken in Numeri 13 vers 16. Numeri 11 vers 28 mag u er ook bij pakken, maar Numeri 13 vers 16 staat het heel duidelijk. Hij heette eerst namelijk Hosea. Interessant, en wat betekent Jozua? Jozua betekent de Heere is verlossing. Dat klopt. De Heere doet het werk ook straks bij de 144.000. En betekent ook redding en heil. Maar wat voor boodschap wordt u en mij meegegeven? Om straks die luide roep te brengen. Om straks tegen Jericho, Rome, lees goed, Jericho, Rome, de strijd aan te gaan. We weten op voorhand natuurlijk al dat wij die strijd niet aangaan. God doet het. En dan moet je eens kijken wat voor een enorme grote belofte de Heere God, de Heere Jezus, Michael, zo de Heere Jezus heette, in de hemel, toen in die tijd, aan Jozua geeft. Vers 5 van het eerste hoofdstuk van Jozua. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen uw levens, gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed. Staat daar. Dat is juist de eerste keer. Wees sterk en heb goede moed. Want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleenlijk wees sterk en heb goede moed. Dat is de tweede keer al. Dat is interessant. We hebben ook een drie engelenboodschap, dus het zou best wel kunnen dat een derde keer erachteraan komt. En dat klopt. Want we lezen verder, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. En wijk daarvan niet ter rechter, nog ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom waar gij zult gaan. Dus recht tevoren trekken. Wees oprecht in al uw doen en laten. Niet afwijken. Het zij naar links, het zij naar rechts. En dan vers 8, dat het boek deze wet niet wijken van uw mond. Hoe belangrijk is de 10 geboden? U begrijpt het als geen ander. De wet, de inzettingen en de rechten. Maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken. En alsdan zult gij verstandelijk handelen. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. En verschrikt niet. En ontzet u niet. Er komt nog wat bij zelfs. Maar dit is de derde keer dat God zegt. Wees sterk en heb goede moed. En verschrikt niet. En ontzet u niet. Alle dingen die over u komen. Want de Heere, uw God, is met u alom. Waar gij heen gaat. Nou, daar kunnen we met z'n allen aan op zeggen. Prachtig. Maar nu terug even als voorstudie. Dit weten we. God is met Mozes geweest, God is met Jozua geweest en die zal ook met ons zijn. En dan zegt de Heer God bij, alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed. En bij de derde keer zelfs, en verschrik niet en ontzet niet. Wat er allemaal over gaat komen. Dan gaan we even naar hoofdstuk 2. Net zoals gezegd, er is heel veel uit te halen, maar we moeten ons beperken in die voorverkondiging. Want Jozua gaat dingen doen op Gods bevel. God heeft de totale leiding.
Dat hebben wij ook al gezien in Jozef 5, versen 14 tot en met 15. Dat de Heere aan Jozef verschijnt. Dan mag u vers 13 natuurlijk nog bijlezen van Jozef 5. Maar dat hebben we besproken in de laatste predikatie van de voorgaande serie. Nu terug. We hebben natuurlijk al een Mozes en we hebben al een Jozua. En we moeten naar die elduurwerkers. En weet, Jericho is hier nog niet aangevallen. Dus we staan nog voor hoofdstuk 6. Neem hem even mee. Dan gaan we lezen hoofdstuk 2 van Jozua, een deel eruit. Vers 1. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sichem. Zeggen, gaat heen, bezichtigt het land. En Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wie de naam was Rahab. En zij sliepen daar. Dat is interessant. Eerst werden er 12 verspieders gestuurd. Nu worden er 2 mannen gestuurd. Dat heeft een betekenis. We zullen ook merken dat we die 144.000 in 2 groepen kunnen verdelen. Moet u even meenemen in dit verhaal. Er bleven ook maar 2 over van de 12 de eerste keer. Nou, er zit heel veel verbanden, kan niet te veel op ingaan. Maar wel heel interessant om te weten allemaal. En wat gebeurt er dan in vers 2 van hoofdstuk 2? Toen werd de koning te Jericho, nou als wij nu weten dat Jericho is Rome, dat laat ik u straks nog zien, Jericho is Rome, dan zullen wij als geen ander begrijpen, wie is de koning van Rome? Wat is het kleinste land in deze wereld? Is het Vaticaanstad, Vaticaanland. En wie is de koning daarvan? Dat is de paus. Dus lees even duidelijk. Moet u opletten wat er gebeurt. Neem hem mee naar onze tijd. Toen werd de paus te Rome geboodschap zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls, van de zevende dagsadventisten, om dit land te doorzoeken. Aha, dat staat daar. Even naar onze tijd gerekend. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab. En Rahab betekent breed. Is breed, is uitgestrekt. Rahab is uitgestrekt. Hoe kunnen we dat in onze tijd plaatsen? De Sjaak-Ukemene is enorm uitgestrekt, heel breed. Een breed publiek aan gelovigen zit daar. Neemt u mee, want Rahab is een voorbeeld van een elduurwerker. Voor de zondagswet, voor de aanvallen op Jericho, voor de aanvallen op Rome. Prachtig mooi als u dat verband straks gaat zien. En we hebben ook een Rut. En Rut is een typerend voorbeeld van degene die na de zondagswet bij Gods volk komen. Dus 2 mannen hebben we al. Een groep 7e-dagsadventisten met 11 uur werkers, als ik het zo even mag noemen, maar daar komen we later nog op. Dus we zien hier ook Jericho, Rome. Daar wonen mensen, zijn mensen in Rome. Zelfs een hoer, zelfs een Rahab. Hoereerderij kent de juiste leer niet en daar gaat iets gebeuren. Daarom zond de koning van Jericho, nogmaals vers 3, tot Rahab zeggende, breng de mannen uit die tot u gekomen zijn. Die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Dat is een toets voor Rahab. Ja, die had zo die mannen uit kunnen leveren. Maar er gebeurt iets heel anders. Maar die vrouw had die beide mannen genomen, let op, vers 4, en zij had hen verborgen. Ze verloochende Gods volk niet. Dat gebeurt hier. Want ze wist wat daar aan de hand was. Ik weet niet of u het weet, maar een hoer weet veel van mannen. Weet veel van wat er binnen een stad gebeurt. Want dat wordt daar allemaal besproken in zo'n kamer. Veel wordt daar besproken in zo'n kamer. Dus onderschat dat niet. Dat is een oorlogsverhaal en is dat veelvuldig gebleken. Maar dat voert niet te ver. Maar weet dat die vrouw dus op de hoogte was hoe ernstig de situatie was ook in Jericho. En zij wist ook heel goed hoe de situatie geweest was dat het volk Israël door de Jordaan heen trok. Er was getrokken en wat er allemaal is gebeurd. En dat lezen we ook verder in Jozua.
Nogmaals, maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen en zei al dus. Er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En dat geschiedde als men de poort zou sluiten. Genadedeur gaat dicht, hè? Zonder wet, let op. Als het duister was, ja inderdaad, er is veel verduistering in deze wereld, ook in de Chateau-Gemeenekerken, dat die mannen uitgingen en ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen haastelijk naar, want gij zult ze achterhalen. Ja, dan zou ik bijna zeggen, ja, dat is wel een beetje een leugen, maar dit is wel een goede leugen. Een leugen in die zin om Gods oprechte kinderen te beschermen. Zij bracht haarzelf met deze leugen in groot gevaar. En ook de mannen zelfs. Als ze niet had geloofd. Dus wat moest zij? Zij bracht haarzelf in meer gevaar, let op, dan de mannen. Dus dit was niet een daad van eerzucht en eigen ik. Dit was puur een daad van verloochening voor haarzelf, voor God, zijn mensen, zijn krijgsheer. Dus weet hoe u hiermee omgaat. Belangrijk voor de eindtijd. En dan komt er iets interessants. Maar zij had hen op het dak doen klimmen. En zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen. Vlas. Is ook interessant. Vlas worden klederen van gemaakt. Kleed van gerechtigheid. Linnen wordt daarvan gemaakt. Het witte kleed. Die van haar op het dak beschikt waren. Nou, op het dak is ook altijd de aanbiddingsvorm. Lieve broeders en zusters, u moet nu iets gaan zien. U moet iets gaan verstaan wat we hier met z'n allen op voorhand al onderzoeken. Dat is dat daar een 11e uur werker is geboren in Jericho in Rome. En die gaat wie? Gods heilleger meehelpen. Ziet u dat? Verstaat u wat daar gebeurt? Prachtig, mooi. In onze tijd, als je dit verstaat, kunt u het één op één leggen in onze tijd. En dan vers 7. Die mannen nu jagen hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veer. Dat is ook weer eens tot aan de veer, die oversteekplaats. Die kennen wij nog vanuit Richteren vandaan. En men sloot de poort toe. Niemand mocht er meer in en uit. Nou, wat denk je hoe het straks gaat? Als ze gaan verstaan dat de zenende dagsadventisten een boodschap hebben voor de Chateau-Gemeenekerk. Die deuren die moeten gesloten worden. Weg met die waarheden. Die mannen moet je niet binnenlaten. Die moet je niet laten spreken in de gereformeerde, hervormde kerken. Niet bij de evangelische kerken. Weg met die mannen. Uit de zevende dags adventistenkerk van Gods volk. Uit Juda vandaan. Alles staat erin hoor. Er staat nog veel meer in. Maar begrijp goed dat als je dit gaat zien en verstaan, dat hier de 11e uur werkers nu in deze tijd geboren worden voor de zondagswet. En die gaan meehelpen het verlossingsplan uit te dragen. Dat worden een van de hardste werkers. En dan vers 7 nog een stukje. Nadat zij uitgegaan waren, die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. Ze kwamen dus bij die man. En zij sprak tot die mannen. Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. Zij was heel goed op hoogte wat er allemaal gebeurd was. En dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners deze lands voor uw lieden aangezicht gesmolten zijn. Want niemand kan die profetieën uitleggen. Alleen die laatste groep uit die zevende dagsadventistenkerk. En God is bij hun aan het werk. En met hun aan het werk. Want alleen ik wees sterk en heb zeer goede moed. Hebben we toch met z'n allen gelezen. Tot 3 maal toe. En bij de 3e maal. Verschrik niet. En ontzet u niet. Zowel hetgeen wat ze tegen u doen. Maar ook hetgeen wat ik God voor u doe. Dat wordt daar bedoeld natuurlijk. En zij sprak nogmaals tot die man. Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. En dat u liet de verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners deze lands voor uw lieden aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heer de wateren der Schelzee uitgedroogd heeft. Voor uw lieden aangezicht. Toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden aan de 2 koningen der Amorieten, Sihon en Och,
gedaan hebt, die op gene zijde van hun Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. En dan komt er iets heel moois. Wat zegt Rahab dan ineens? Als wij het hoorden, dus zij ook, maar wij het hoorden, zo versmolt ons hart. In Jericho dus, in Rome. En er bestaat geen moed meer in iemand. Dus niemand meer had meer moed. Vanwege uw lieden tegenwoordigheid. Daar komen die zevendags adventisten aan. Die werkers voor God. Die laatste werkers uit die gemeente vandaan. 144.000. En die hebben me daar toch een boodschap. Ja, wat voor boodschap hebben die? Die hebben dat rondborstige getuigenis. Het getuigenis van Jezus Christus. En wat zegt Rahab dan? Moet u goed luisteren, goed lezen. Want wij hebben een boodschap. Wij hebben de Openbaring 14, vers 6 tot 11. De drie engelen boodschap. Als wij het hoorden, vers 11. Zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand. Vanwege, daar komt hij, uw lieden tegenwoordigheid. Want de Heer, uw lieden God, is een God boven in de hemel. En beneden op de aarde. Wat zegt ze daarmee? Ze vreest God. Ons hart versmolt. Ook haar hart. Vreest God en geeft hen de heerlijkheid. Wie is hen? Dat is God. Naam, titel, rijksgebied. Want hij is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Zij neemt de eerste engelenboodschap aan. En dan komen de tekenen. Dan komt het teken met scharlaken en rode draad. En wat had Rahab de hoer, die elfde uur werkster? Het was een vrouw. Een vrouw die hoereert, maar die wel beseft dat hoe ze bezig was, dat ze niet goed bezig was. Dat beseft ze echt wel. Letterlijk ook. Maar het interessante is, als je dan nog even verder leest. In vers 12, nu dan zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis en geeft mij een waar teken. Let op, er komt een teken. U moet wel dat teken hebben, zeggen ze, zegt die man. Dus teken, zondagswet. Merkteken op de handen of merkteken, zegel van God. In dit geval. En dan gaat het verder met vers 13. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden. Als ook mijn broeders en zusters met alles wat zij hebben. Dat gij onze zielen van de dood redden zult. Belangrijk gegeven is dit. Moet u meenemen. Noach was dat ook het geval. En hier is ook zo'n geval. Dat mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden. Als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben. En dat gij onze zielen van den dood redden zult. Die vaders en moeders deden niets. Maar die worden straks, dat weet u, gered door de oprechtheid van Rahab. Dat was bij Noach ook zo. Noach, zijn gezin, zijn vrouw, zijn kinderen, en dochters, schoondochters, werden gered door Noach zijn rechtvaardigheid. Het is belangrijk om dit mee te nemen voor de allerlaatste predikatie bijna. Dus, ja. En ze worden gered. En toen spraken die mannen tot haar, vers 14. Onze ziel zij voor uw lieden om te sterven. Indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft, het zal dan geschieden. Wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster. Dat is ook interessant, want Paulus werd op een bepaald moment ook naar beneden gehaald. In een mand, dat weet je. Daar is weer beeldspraak in. Want haar huis was op de stadsmuur. Aha, haar huis was op de stadsmuur. En zij woonde op den muur. Juist die elfde uur werkers hebben ook de wet van God in hun hart. Die wonen op die muur. Zij woonden ook op die muur. Lieve broeders en zusters, er moet nu iets in uw hart beginnen. Te spelen.
Bent u een van die 11 uur werkers? U kunt een van die 11 uur werkers zijn. U weet hoe de afloop is. Daar gaan we straks over spreken. Jozua 6. U bent degene die nu moet beseffen dat God een ieder een kans geeft. Wat een goede en genadige God hebben wij. Maar we zullen keuze moeten maken. Ten koste van Rahab, de hoer ook. Want als ze dit hadden geweten, dat Rahab die verspins had verborgen, dan was de hele familie, haar broers en zussen waren vernietigd geworden in Jericho. Maar zij zette haar leven totaal op het spel. Voor wie? Voor Gods oprechte kinderen. Voor Gods afgezanten, om het beter uit te drukken. Doet u dat ook? In de tijd van het einde? Of verloochent u Gods afgezanten? Wat veelvuldig gebeuren zal. Een waarschuwing, maar ook een hele mooie, belangrijke boodschap. Dat daar straks die 11 uur werkers nog eens uitkomen. Voor de vernietiging van Jericho, voor de vernietiging, of beter gezegd, het brengen van de luide roep voor de vernietiging van Rome. En dus ook voor de zondagswet afkondiging. Tot zover eerst weer een stuk voorverkondiging wat we echt nodig hebben. Willen we alles begrijpen. Door Gods kracht. We willen nu weer onze geliefde psalm zingen. En dat is psalm 119 vers 69. 119 vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dat is Gods wet. Laten we samen zingen psalm 119 vers 69. Dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Die getuigenissen die we nu ook hebben gelezen, ook zo'n getuigenis van Rahab, is enorm belangrijk. We willen de schriftlezing doen met z'n allen. En die hebben we uit Rut 1. Rut 1. Ik heb al gezegd, we doen heel weinig uit Rut, maar deze schriftlezing komt er wel uit. Dat heel graag wil dat u die link voor uzelf al gaat leggen. Rut 1, vers 14 tot en met 18. Rut 1, vers 14 tot en met 18. Toen hieven zij haar stem op, wenenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Let op. Daarom zeiden zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden, afgoden, zouden we zeggen. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Dit is al de derde keer hoor dat dit gebeurt, dat ze dat zegt. Maar Rut zeide, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan.
En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heer en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Over oprechtheid gesproken hierin. U begrijpt al wat we nu hebben gelezen. Daar hebben we ook een tekst bij. En hebben we gehaald uit Jozua 6 vers 9. Want we draaien alles een beetje om. Dat ziet u elke keer gebeuren. Omdat u zelfstandig elke keer de hoofdstukken leest. En daarom heb ik ook gezegd, lees Rut in elk geval wel mee. Want die moet de link nu al leggen. Jozua 6 vers 9. En wie toegerust was, let op, en wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesteren, die de bezuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Dus, er is een toegeruste groep en er is een achtertocht. Denk even aan achterlagen. Ik help u al een klein beetje mee. Tot zover eerst onze tekst en onze schriftlezing. Uit hetgeen wat we behandelen zullen. We willen nu eerst weer zingen. En dat is Psalm 56 vers 1. Psalm 56 en daarvan het eerste vers. Voordat we nogmaals in gebed gaan met de Heere God. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kanten. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. U begrijpt, die tijd zitten wij in. Ze willen u in die boze netten jagen. Wij gaan eerst samen zingen voordat we in gebed gaan. Psalm 56, vers 1. Als we zo die geweldige mooie psalms ook mogen zingen en in ons hart mogen verstaan, zijn we rijke mensen. We willen de Heer nogmaals zoeken in gebed om steeds meer duidelijkheid te krijgen in hetgeen wat God ons wil vertellen. Hoe zit dat nu precies met die 11 uur werkers en met die 144.000? Hoe liggen die verbanden? Hoe moeten we dat zien? En de getallen zullen we het nog over hebben, letterlijk ja of de nee. Daar heb ik al veel over gesproken, maar wat ik ermee zeggen wil is, Gods geest is nu absoluut heel hard nodig om ons dit te laten verstaan. Natuurlijk is Gods geest altijd heel hard nodig, maar ook vooral nu. Wilt u daar nogmaals met mij in gebed gaan om God die geweldige zegen door zijn Heilige Geest te geven af te smeken? Laten we ze hier zoeken, nogmaals in gebed met z'n allen.
Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. Nogmaals komen we voor uw heilige aangezicht, want er zijn zoveel ontzettende mooie dingen gebeurd. Ook pijnlijke dingen gebeurd. Maar ook mooie dingen ter lering voor onze tijd gebeurd. Dat wij mogen weten wat er staat te gebeuren. Dat we ons daaraan vast kunnen klampen. Dat die belofte, die is door die hele Bijbel heen verweven. Hetgeen wat u hebt beloofd, zult u nakomen. U hebt die belofte gegeven aan een hoer Rahab, de elfde uur werkers, die straks en nu al binnen Gods volk komen om die geweldige waarheden te horen en die straks mee kunnen uitdragen. Och, lieve Heer Jezus, help hun in het bijzonder mee, want er is nog zoveel te leren. Het is niet van een op andere moment allemaal te zien. We moeten dat proeven, we moeten heel intens voor uw aangezicht willen komen met de smeekbeden die we nu ook weer doen. Open ons verstand, open ons hart dat we het mogen verstaan. Lieve Heer Jezus, lieve Vader in hemel. Kom met die geest van boven en raak onze lippen aan. Ook mijn lippen, dat we die geweldige boodschap uit mogen dragen. Eerst vanuit deze kant, bij mij voornamelijk, straks de mensen allemaal persoonlijk die geweldige boodschap uit kunnen dragen. En ieder op zijn manier. Vader in de hemel, u bent het die ons helpen kan. U bent het waar wij ons aan vastklampen, lieve Heer. Dat we mogen weten dat u degene bent die ons ook kracht wil geven. Daar beroepen we ons nu ook weer op, ook in deze serie van de 144.000 en de 11 uur werkers. Dat we straks die eenheid onder elkaar mogen vinden die u hebt bedoeld, lieve Heer Jezus. Ook bij uw discipelen. Maar wat was het toch moeilijk om die eenheid bij die discipelen te bewaren. Dat we dat ook verstaan. En verstaan mogen om er lering uit te trekken. Dat bidden we van u niet omdat wij dat verdiend hebben, Heren. Maar uit uw grote genade, uw liefde en trouw. En om Jezus Christus, onze geliefde, in zijn naam wil. Amen. We hebben al veel besproken met z'n allen. Aan onze geliefde Heer Jezus Christus, alle lof en eer. Niet alleen nu, deze eredienst, maar ook al eerder. Dus wij kunnen steeds meer en we mogen steeds meer weten van die diepte Gods. En ik heb al gezegd, het is heel belangrijk dat u wel elke keer ziet, onze toekomst staat vermeld in het Bijbelboek van het Oude Testament. Bijbelboeken. Profeten vertellen erover wat er staat te gebeuren. En de gebeurtenissen vertellen ons wat er is gebeurd en wat er weer staat te gebeuren. Dus het is allemaal hetzelfde. Dus bij deze weet dat God u en mij nogal iets heeft te vertellen. Ook weer vanuit het Bijbelboek Rut vandaan. En ik heb al gezegd, we gaan niet met Rut starten. Rut 1, daar hebben we onze tekst uitgehaald. En die tekst moet u goed vasthouden. Of een stukje lezen van het Bijbelboek Rut. De versen 14 tot en met 18. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Dat is het laatste gedeelte daarvan. Wij gaan nu starten met Jozua. Jozua 6. Jericho, want daar draait het allemaal om. Jericho wordt ingenomen. En hoe wordt Jericho ingenomen? Ja, we zouden, nu weten we dat, maar we zouden zeggen, dat is toch wel een hele vreemde manier van doen en laten geweest van de Heer, toch? Om zo'n stad te veroveren. Ja, het klopte, want dit was ook de enige keer dat de Heer op deze manier zo'n stad heeft ingenomen. Dus, of laten innemen, maar door zijn kracht, dat wil ik zeggen. Dus, er zitten hier dieptes in verscholen die wij met z'n allen heel goed moeten leren verstaan. En straks ook uit en nu al uitdragen. Die hoort u nu ook. Laten we maar starten in Jozua 6 vers 1. Jericho nu sloot de poorten toe. Dat hadden we al eerder gelezen. Eerst met een verspieders en nu zagen ze iets gebeuren. Dus een bevestiging. En was gesloten. Voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in.
Dus, duidelijk, er komt niemand uit die schattelijke menenkerken, momenteel, en er gaat het niemand uit. Nou, we zien heel goed dat er in die schattelijke menenkerken, ook toen in Jericho, bij Jericho, wel mensen hadden gekozen voor Gods volk en voor de waarheid. En dat zien we dus hier ook, in onze tijd. Dat er nu wel mensen uitkomen die wel kiezen voor de waarheid. Die blijven nog een tijdje in die zonneskerkers zitten. Ja, wat moet ik? Mijn familie zit er ook in. Die blijven nog een tijdje in die schattelijke menen, in een Roomse cultuur zitten, laat ik het dan zo uitdrukken. Maar ze weten als geen ander, er is een volk die exact weet wat er staat te gebeuren. En daar moet ik me straks bij aansluiten. En dat klopt. Nou, raag op de hoer. Maar we gaan verder lezen. Er ging niemand uit en niemand in. Schattelijke menen. Toen zeide de Heer tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning, wat was de koning? De paus. En strijdbare helden, dus iedereen die die paus ook aanhangt, met alle soorten kerken en geloofsrichtingen van dien, in uw hand gegeven. Nou, dat moet je momenteel natuurlijk niet zeggen. Als je dat nu verkondigt, dan zeg je, ja, wat menen zij wel niet? Nou, wij menen helemaal niks, want wij kunnen helemaal niets. Maar God gaat aan het werk. God krijgt in die laatste periode van wereldgeschiedenis alle eer. En geen mensen. Ik heb u heel vaak gezegd, kijk niet naar Martin Riemersma die hier op de kansel staat. Maar kijk naar wat God doet door een dienstknecht. En hij, Jezus Christus, krijgt alle eer. Dus bij deze nogmaals. En wij gaan in verschrikkelijke toekomst tegemoet. Nog wij niet, maar de wereld wel, laat ik het maar zo uitdrukken. Want in vers 3 staat, gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringen, de eenmaal, alzo zult gij doen, 6 dagen lang. Dagen zijn ook vaak jaren, dat weten we, maar ik wil nu niet direct tijdsrekeningen ingaan. Het gaat mij vooral om, wat voor situatie speelde zich daar af. Ik wil eerst even, voordat we naar de Bijbelse Encyclopedie, naar Jericho toe gaan, wil ik eerst u iets lezen uit de geschatkamer der getuigenis. Deeltje 3. En direct helemaal vooraan. Een voorwoord en dan voorbereiding op de laatste crisis. Nou, wij moeten ons voorbereiden. En die voorbereiding is getroffen. Er waren toegeruste mannen, daar komen we straks nog op. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Deel 3, nogmaals, uit de schatkamer der getuigenissen, deeltje 3. Bladzijde 7. Voorbereiding op de laatste crisis, de grote crisis, zullen wij weldra beleven. Er zal een volhardend geloof nodig zijn om tegen haar beproevingen en verleidingen stelling te nemen. En te doen wat wij moeten doen. Wij kunnen een glorievolle overwinning behalen. Niet één wakende, biddende, gelovige ziel zal het slachtoffer van de vijand worden. Nou, dat hebben wij ook gezien bij Rahab. Prachtig mooi, dank de Heer. Dus, de vijand, Satan, lees Rome, lees Nieuwe Wereldorde. In de tijd der beproeving die ons te wachten staat, zal Gods belofte ten aanzien der veiligheid geplaatst worden op hen die het woord zijn leidzaamheid hebben bewaard. Dus je moet wel goed in het woord thuis zijn. U hebt het bewaard in uw hart. Niet in de kast gezet. Alle boeken van E.G. White, de Bijbel in de kast, het stof erop, dat is niet bewaren. In uw hart bewaren is ter overdenking en mee bezig zijn. En wachten op Gods tekenen. En dan verder, Christus zal tot zijn getrouwen zeggen, ga heen mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren achter u toe. Verberg u als voor een kort ogenblik totdat de gramschap overgaat. In Isaiah 26 vers 20. Let op, we zien weer dat E.G. White net zo schrijft als de Bijbel. Eerst het hoogtepunt, dit is de grote Jacobsbenauwdheid. En ze spreekt al over crisis, maar dit is de grote Jacobsbenauwdheid. En dan gaat ze verder. De leeuw van Juda, zo verschrikkelijk voor hen die zijn genade verwerpen, zal voor de gehoorzamen, komt hij weer, zijn met de wet weer begonnen, en nogmaals, zal voor de gehoorzamen en getrouwen het lam Gods zijn.
de wolkolom, die tot gramschap en schrik zal zijn voor de overtreders van Gods wet, betekent licht en genade en verlossing voor hen die zijn geboden hebben bewaard. En doen dus. De arm die de opstandige zal neervellen, zal sterk zijn om de getrouwe te verlossen. Een totale tegenstelling zullen we straks zien. En ieder die trouw gebleven is, net zoals die hoer Rahab, let even op, elfde werkster, werkers, zal zeker worden gered. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste daarvan. Matthäus 24, vers 31 staat. Broeders en zusters, aan wie de waarheden van Gods woord zijn geopenbaard, dus het nieuwe licht, let op, voor de zevende hervormingsperiode, neemt u dat vooral mee. Welke rol zult u spelen in de slottonelen, hoort u het goed, van de geschiedenis van deze wereld? Bent u zich deze plechtige werkelijkheden bewust geworden? Vraagteken, nogmaals. Is het grote voorbereidingswerk dat in de hemel en op de aarde gaande is, tot u doorgedrongen? Alsjeblieft. Laten allen die het licht, dus dat nieuwe licht van de zevende hervormingsperiode, ontvangen hebben. En ook van de zesde hervormingsperiode natuurlijk, maar velen verwerpen het licht van de zevende hervormingsperiode. Nu. Ontvangen hebben die de gelegenheid gehad hebben om de profetieën te lezen en te horen, achtslaan op de daarin beschreven dingen. Dus profeteren, profetieën is belangrijk. Opnieuw profeteren. Openbaring 10 vers 11. Want de tijd is nabij. Laat niemand zich nu inlaten met de zonde, de bron van alle ellende in onze wereld. Blijf niet langer in uw traagheid en domme onverschilligheid, lieve broeders en zusters. Zie toch dat nieuwe licht. Hebben we besproken vorige Sabbat. Lees nogmaals de getuigenissen voor de gemeente. Deel 5 door bladzijde 569 plus bladzijde 579. 10 bladzijden dus. Laat het lot van uw ziel niet afhangen van het onzekere. Wees u bewust dat u helemaal staat aan de zere kant. Laat vanuit oprechte harten en van bewuste lippen de vraag opkomen, wie zou kunnen bestaan? Weer die vraagteken. Hebt u in deze laatste kostbare uren van genadetijd het beste materiaal voor uw karakter gebruikt? Hebt u uw ziel van elke bezoedeling gereinigd? Zijn allemaal vraagtekens als u goed hoort en leest. Hebt u het licht gevolgd, vooral dat laatste licht, dat nieuwe licht, hebt u het gevolgd? Zijn uw werken in overeenstemming met uw belijdenis des geloofs, gerechtigheid door geloof, leeft u dat uit? Doet de verzachtende, onderwerpende werking van de genade Gods haar invloed gelden bij u persoonlijk? Hebt u een hart dat kan voelen, ogen die kunnen zien, oren die kunnen horen? Allemaal vraagtekens. Wordt aan u en aan mij gesteld door God. Opgeschreven door de profetes. Is het te vergeefs dat de boodschap der eeuwige waarheid ten aanzien van de volken der aarde is verkondigd? Alweer een vraagteken. Zij staan onder de verdoeming. En ze zullen straks vallen onder de oordelen Gods. En in deze tijd, die vol is van resultaten met een eeuwige strekking, moet het volk dat verkoren is, de waarheid voor deze tijd, voor de zevende hervormingsperiode, tijd, uit te dragen, geborgen zijn in Christus. U moet geborgen zijn in hem. Laat u uw licht schijnen om de volken die op het punt staan in hun zonden te vergaan, te verlichten. U mag de vraagteken stellen, maar ik ben de tel kwijt. U begrijpt het, hè? Beseft u dat u de geboden Gods moet verdedigen tegenover hen die ze onder de voet lopen? Vraagteken. En dan komt een ernstige waarschuwing. Schrik niet. De mogelijkheid bestaat. Daar komt hij. Ten dele en uiterlijk een gelovige te zijn, terwijl men toch te licht bevonden zal worden, met als
Gevolg verlies van het eeuwige leven. Dat is de eerste groep. Daar worden we niet blij van. Maar dus, hier staat het duidelijk. En dan de tweede. De mogelijkheid bestaat alweer. Enkel van de Bijbelse voorschriften na te volgen. En voor een christen aangezien te worden. En nochtans om te komen. Wegens het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor een christelijk karakter. Gods wet vertegenwoordigt zijn karakter. Moeten wij uitdragen. Wanneer u de waarschuwingen die u door God gegeven zijn verwaarloost of daar onverschillig tegenover staat, wanneer u zonde koestert of verontschuldigt, bezegelt u het lot uw ziel. Nou, daar staat een punt achter. Dat mag duidelijk zijn. U zult in de weegschaal gewogen en te licht bevonden worden. Menen teken u voorzien. De 25-20 willen ze momenteel al helemaal niet meer aannemen. Nou, ze worden inderdaad in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Genade, vrede en vergiffenis zullen u voor eeuwig worden ontzegd. Jezus zal voorbij gegaan zijn om nooit weer binnen het bereik van uw gebeden en smekingen te komen. Dus bij al die mensen die de laatste waarheden afkeuren, was bij die 70 discipelen ook zo. Die gingen bij hem weg en die kwamen nooit weer terug. En Jezus ging aan hun voorbij. Laten we ons veel meer instellen op de eeuwigheid, zolang de deur der genade nog open is. Zondagswet, hè, voor zevendedags Adventisten. Zolang de heiland nog bemiddelend voor ons optreedt. De wederkomst van Christus naar onze wereld zal niet lang meer op zich laten wachten. Laat dit de kerngedachte zijn van elke boodschap. Daar kunnen we amen op zeggen. De zalige hoop van de wederkomst van Christus met al de plechtige gebeurtenissen daarmee gepaard gaan, moet de mensen vaak worden voorgehouden. Het uitzien naar de spoedige verschijning van onze Here zal ons ertoe brengen aardse dingen te beschouwen als ijdel en nutteloos. Profetieën zijn enorm belangrijk. Weten we, Daniël 11 vers 40, 45. Nou, kunt u nog veel verder lezen, dan ziet u ook nog een stukje over Christus heeft de leiding over alles. Tot zover even. Veel gezegd. Wij moeten ons heel goed op die crisis voorbereiden. En dat zien we, dat deden de mannen van Israël ook. Laten we eens een stukje verder lezen. We weten dat Jozua aangewezen was om in die zin door te geven wat God hem geboden had. Dus Jezus Christus was de leider en Jozua voerde het uit met de krijgslieden. Vers 4 pakken we er nog even bij. De zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen. Hoofdstuk 6 natuurlijk van Jozua. Voor de ark, let op. Voor de ark, na de ark, moet u even onthouden. En gij lieden zult op de zevende dag de stad, Jericho dus, zevenmaal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast. Als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dus ze moesten eerst eenmaal omgaan en daarna op die zevende dag zevenmaal. En wat gaat er dan gebeuren bij die zevende dag, bij die zevende maal? Dan zal de stadsmuur onder zich vallen. Ah, stadsmuur, zondagswet, dat weten wij. En het volk zal daarin klemmen. Een iegel tegenover zich. Want stadsmuur, zondagswet, muur is wet. Muur is in dit geval natuurlijk Jericho. Jericho heeft een wet gemaakt en dat is de zondagswet. En dan vers 6. Toen riep Jozua de zoon van hun, de priesters, en zei tot hen, draagt de ark des verbonds. Het verbond is belangrijk. Het nieuwe verbond wordt gedragen. En dat zeven priesters, zeven ramsbezuinen dragen voor de ark des Heer. Dus weer voor die ark. Let op, heb ik al gezegd. Ook in onze tijd. Allemaal denken weer toen, nu. Vers 7. En tot het volk zei hij, trek door en ga rondom deze stad. En wie toegerust is, die ga door voor de ark des Heer. Dan moet u zich even voorstellen, en tot u door laten dringen, ben ik toegerust. Die gaat door voor de ark des Heren. Want die zijn voorbereid.
En dat geschiedde gelijk Joza tot het volk gesproken had. Zo gingen de zeven priesters dragende zeven ramsbazuinen voor het aangezicht des Heeren. Zij trokken door en bliezen met de bazuinen. En de ark des verbonds des Heeren volgde hen na. En nogmaals die bevestiging, wie toegerust was, die kennis van de profetieën hadden van Gods woord, die gestudeerd hadden, die hun voorbereid hadden, gingen voor het aangezicht der priesteren die de bazuinen bliezen. Dat zijn de koplopers, als ik het zo mag noemen. De strijdbaarste van de strijdbaarste. Die volle dieptes van Gods verlossingsplan begrijpen en uitleven. En de achtertocht, ik heb u heel vaak verteld vanuit Richteren van, let op die achterlagen. De achtertocht, ik heb u heel vaak gezegd, dat zijn ook de mensen uit die gereformeerde, hervormde kerken. Omdat daar een groep zit die zich niet heeft aangesloten bij de PKN. Dat is een belangrijk gegeven in dit geval. Bij Rome dus. Dus daar zien we achterlagen. Achtertocht. De achtertocht volgde de ark na. Dus die zitten achter de ark. Terwijl men ging en blies met de bazuin. Ze blazen allemaal die bazuin. Dus we zien, dat zijn 11e uur werkers. Let op. Zien we heel duidelijk hierin terugkomen. Jozef nu had het volk geboden, zeggende: gij zult niet juichen. Ja, gij zult uw stem niet laten horen. Let op. En geen woord zal er uit uw mond uitgaan tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal: juicht, dan zult gij juichen. We zien nu dat de woorden nog niet doordringen in de Sjatik de Menenkerk. Dat zien we heel duidelijk. Nog niet. Eerst is er stilte. En dan komt dat grote moment dat de bazuin geklonken moet worden. En dat is hier. Juicht, en dan zult gij juichen, staat hier duidelijk. En hij deed de ark des Heeren rondom de stad gaan, omringende dezelfde malen. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua de smorgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heeren. En de zeven priesters dragende de zeven ramsbazuinen voor de ark des Heeren en gingen voort en bliezen de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezicht en de achtertocht, komt hij weer, achtertocht, tweede maal, volgde de ark des Heeren na, terwijl men ging en blies met de bazuin. Zijn ook dus de bazuinblazers, die 11e uur werkers. Alzo gingen zij eenmaal rondom de stad op de tweede dag. En zij keerden weder in het leger. Alzo deden zij 6 dagen lang. Dat is interessant. En het geschiedde op de 7e dag dat zij zich vroeg opmaken met het opgaan des dagenraads. Christus komt weder, het opgaan des dagenraads. En zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze 7 maal. Alleenlijk op die dag gingen zij 7 maal rondom de stad. Alleen die dag. En wat gebeurt daar? En het geschiedde ten 7e malen, bij die 7e bezuin moet klinken. Ook openbaring 10 vers 7 hebben ook die verborgenheden worden bekend. Als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn. Let op, verbannen, totaal verbannen zijn. Zij en al wat erin is. Alleenlijk zal de hoer Rahab levend blijven. Aha, daar komt God zijn belofte na. Zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden, verborgen heeft. De 11e uur werkers. God doet zijn woord gestalte. En wat lezen wij in Matthäus 21? Matthäus 21, laten we er even naartoe gaan. Vers 31. De Heer Jezus zegt precies hetzelfde. Matthäus 21, vers 31. Wie van deze twee, let op, weer twee, heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot hem: de eerste. Ze wouden niet eens zeggen wie. Jezus zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, dat tollenaars en hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Ze kunnen de naam niet meer eens uitbrengen wie dat gedaan heeft. De Heer Jezus vertelt hier een geweldig mooie gelijkenis, maar ze kunnen straks die waarheden, die mensen die waarheden uitdragen, niet meer uitstaan. Dat zien we hier.
Maar de hoeren en tollenaars. Tollenaars, geldbezitters en hoeren, zaten gemeenen die verdwaald zijn in een leer, gaan mensen voor in het koninkrijk. En dat is hier ook zo. De hoer Rahab bleef levend. Vers 18. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannen. Pas op. Grijp niet naar geld, ook in die eindgeschiedenis. Opdat gij u misschien niet verbandt, mits neemde van het verbannen. En het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog datzelfde beroert. We weten wat er is gebeurd. De Achan zit er daar nog tussen. Niet normaal. Pas op. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen den Heere heilig zijn. Tot den schat des Heeren zullen zij komen. En dan gaat het gebeuren. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen. Daar komt die luide roep in één keer. En het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorde. Zo juichte het volk met groot gejuich. En de muur viel aan gruzelementen. Zullen we straks ook lezen. Let op. Die totale muur, die zonneswet, die viel onder zich. En het volk klom in de stad. En ieder tegenover zich. En zij namen de stad in. Nou, dan zullen ze. Het is niet normaal wat daar is gebeurd, toch? Ze namen de stad in. Wij moeten straks de stad innemen. En soms worden we daar niet zo blij van. Volgens mij. Sommige mensen niet. Ze zijn bang. Op wat voor manier ook maar. Voor Rome. Nou, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Want de Heer Jezus gaat het willen en werken voor u en mij doen. Wij gaan eens opzoeken Jericho. Dan zult u zien hoe belangrijk, in mij is dat in bladzijde 395, Jericho en Rome te vergelijken is. Want wat er vroeger is gebeurd, let op, gebeurt in onze tijd weer. En dat dit Jericho een totale afschaduwing is van hetgeen wat wij gaan meemaken. En dat die hele voorgeschiedenis zich in Jericho ook heeft afgespeeld. Dus alles wat u nu leest in de Bijbelsencyclopedie betrekt dat weer op die Bijbel. Het is puur Bijbels wat die Bijbelse encyclopedie ook aangeeft. Maar het zijn belangrijke punten. En Jericho, daar staat hij al. Waarschijnlijk Maanstad wordt dat gezegd. Ook Palmstad genoemd. Bladzijde 395 van de Bijbelse encyclopedie bij mij. En dan ziet u Deuteronomie 14 vers 3, Richteren 1 vers 16 en 3 vers 13. Heeft een bewogen en belangrijke geschiedenis gekend. Men kan onderscheiden, 1, de oude Canaanitische stad, die later een Israëlitische stad werd. Dus, hoe kan dat? Lezen wij ook dat Jericho niet weer herbouwd mocht worden, maar die werd wel weer herbouwd, dat lezen we nog. Deze stad is opgegraven onder het puin van de Tel es Sultan, eerste van 1908 tot 1909. Geschiedkundige feit voor onze tijd. Door Selin en eindelijk door Kathleen en Kenyon. Deze tel ligt bij de Elisabron. Dat is ook interessant. Jericho lag in een vruchtbare vlakte. In de nabijheid van de Jordaan. Tegenover Moab. En dan gaan we verder. Nabij het gebergte. Aan de grens tussen Jozef en Benjamin. Volgens F.L. Josephus, 150 stadien, is dus 28 kilometer, is 4 keer 7, is 28. Van Jeruzalem en 60 stadien is 11 kilometer van de Jordaan verwijderd. De omgeving van Jericho was een lustoord. En de oude schrijvers roemen de palmen en de balsem. Daarom hebben sommigen de naam willen verklaren als geurige plaats. Maar anderen verdedigen de opvatting dat Jericho betekent maanstad. En zij denken dan
dat hier de maangod werd vereerd. Nou, dat komt veel beter in de buurt natuurlijk, die maangod. Door de ligging had Jericho de positie van sleutelstad. Dat is ook interessant. De ligging van Rome heeft ook zo'n sleutelpositie. En de functie van stapelplaats voor de handel. Openbaring 18, de kooplieden, stapelplaats voor handel. Rome, hè, komt wel heel veel en dichtbij al. Daarom was het van betekenis dat Israël bij de intocht deze stad het eerst veroverde. Klopt, voordat wij beginnen met de luide roep te verkondigen, moeten we eerst Rome veroveren. Dat staat hier. Dat moesten de Israëlieten ook en dat zien we ook gebeuren. Toen de muren van Jericho vielen onder de bezuigingszaal in het gezicht van de ark Gods. In het gezicht van de wet van God. Lees het letterlijk. De stad werd door Jozua verwoest. Natuurlijk door Gods kracht. En het gebied toegewezen aan Benjamin. Blijkbaar werd de oase toch na die tijd bewoond, althans Eglon. En zijn bondgenoten namen de palmstad in bezit. Richteren 3 vers 13 hebben we ook al wat over besproken. De van hun baard beroofde gezanten, die door Ganun waren belegerd, bleven te Jericho. 2 Samuel 10 vers 5. En dan komt het belangrijke punt van herbouw. In Agabs dagen is de stad herbouwd door Giel. Giel is dat in de Statenvertaling. Maar aan hem en zijn zonen is de vloek bevestigd. 1 Koning 16 vers 34. Lees hem nog eens na. Het was in de tijd van Elia en Elisa een zetel voor de profeten. Dat is ook interessant. Elia wordt vergeleken met de 144.000 en Elisa komt voort uit Elia. Daar zien we de elde uw werkers in. En wat staat er dan, als we dat even een beetje vertalen, een zetel voor de profeten. Dat klopt, 2 Koningen 2 vers 4. Want het is een zetel voor ons om te profiteren over Rome. Hoort u het, verstaat u het geestelijk? Bij Jericho werd de vluchtende Zedekia door de Chaldeeën gevangen genomen. 2 Koningen 25. Dat is ook interessant. Moet je ook even meenemen dat Zedekia was een koning van Juda. En Zedekia is de laatste koning van Juda. De laatste zevende dag zit dat Adventisten herders wat dan ook in bezit genomen. En in ballingschap naar Babylon weggevoerd. Door de Chaldeeën staat erachter. Gevangen genomen. Na de Babylonische ballingschap is Jericho weer bewoond. Esra 2, vers 34. En de mannen van die stad werkten mee aan de opbouw van Jeruzalem. En dat vinden we weer in Nehemia 3, vers 2. Maar ook interessant is, daar zien we ook een stukje middeleeuwen weer terug. Na die Babylonische ballingschap. U ziet nu in één keer heel veel bij elkaar komen, volgens mij. U zult het een paar keer moeten herhalen om dit allemaal te zien, maar... En wat ook interessant is, dit Canaanitische en later Israëlitische Jericho, dus de dubbele opvatting van Jericho, is opgegraven. Daarbij is vooral van belang geweest het verloop der muren. Nou, dan kunt u nog een hele hoop lezen over die muren enzovoort. Maar nog een belangrijk punt is, er is nog een opgraving geweest. En daar staat bij dat ze de muren niet meer hebben kunnen vinden. Nou, u zult begrijpen, die zijn totaal vergruizeld geweest. Vergruizeld. Want hoe moesten die mensen anders over die grote brokstukken heen? Wij denken natuurlijk, die muur is gevallen, die valt om en er liggen al die grote brokstukken. Nee, ze konden zo die stad binnenlopen. Het was als zand, als kiezelsteentjes geworden. Interessant om te weten. Dat vinden we ook, dat die muren totaal niet meer gevonden zijn door Gods kracht. Maar ook interessant is, nou komt een hele mooie link naar Rome. Het Herodiaanse Jericho heeft men gevonden in de Tulul Abu al-Yik. Ik zeg het misschien verkeerd, maar bij deze. Is heuvels van de vader der braamstruiken ten zuidwesten van het Oud-Testamentische Jericho. Hier heeft Herodes... Moet u opletten. Herodes, keizer van Rome. Een prachtig paleis laten bouwen. Voorts ook een hippodroom. En een amfitheater. We hebben nog zo'n theater daar. Van in Rome staan. Nou, ik zal niet te veel daarop ingaan. Tussen deze stad
En het oude Jericho was een lommerrijke laan. Kent u de weg van Rome? Vaticaan? Het is bijna niet voor te stellen. Als we dit toch lezen, is Jericho één op één Rome. Al vanuit de geschiedenisboeken vandaan. Zolang als de weg naar Rome, zeggen wij dan wel eens. Hier vond de genezing plaats van Bartimeus. Voor een reiziger die zich hier bevond, kon men evengoed zeggen dat hij, Jericho, het oude verlaten had. Het Herodiaanse verliet. Als iemand Jericho had verlaten, had hij het Herodiaanse, het Roomse keizerrijk verlaten. Het Rooms-katholieke geloof verlaten. Te veel om op te noemen volgens mij nu. Onderzoekt u het zelf eens verder vanuit de Bijbelse Encyclopedie. En of in Wikipedia. Voor ons is nu zo ontzettend belangrijk geworden dat wij Jericho kunnen zien als Rome. Overduidelijk volgens mij. En dan ook die geschiedenis kunnen toepassen. Eén op één. Dus daar ligt een bewijsstuk hier in Jozua 6. Natuurlijk ook al eerder met Jericho. Al vanaf Mozes tijd natuurlijk. Deuteronomium 34 zijn we al begonnen met Jericho. Dus bij deze. Willen we eens verder lezen? Want we hebben het al gelezen over dat verbannen dat mochten niet en dat ze juichen moesten. En dan gaat er iets gebeuren. Want wat gebeurde? Zij klommen natuurlijk op die muren die vielen. En ik zal bij vers 20 nogmaals beginnen. Van Jozua 6. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid dat de bezuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en zij namen de stad in. Natuurlijk, heel makkelijk via de kiezelsteentjes liepen ze zo die stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van een man tot de vrouw toe, van het kind tot aan de oude en tot een os en het kleinvee en de ezel door de scherpte des zwaards. Natuurlijk eerste tot en met derde plaag is eerst kleine Jacobs benauwdheid, geestelijk gezien. En daarna komt de eerste tot en met de zevende plaag, als je het dan ook weer zo even mag noemen, in de grote Jacobs benauwdheid. Je mag dan ook zeggen de vierde tot en met de tiende plaag. Vers 22. Jozua, u zei tot de twee mannen, de verspieders des lands, gaat in het huis der vrouw der hoer. En breng die vrouw van daaruit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Daar is een groep die heeft Jezus Christus niet verloochend. Die wordt gered ter elfde uur. Zelfs vlak voordat, of rondom, dat Jericho vernietigd wordt, worden zij behoed en bewaard door God. Dat kan niemand anders doen. Toen gingen de jongelingen, de verspieders daarin en brachten er Rahab uit. En, daar komt hij, haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandden zij met vuur en al wat daarin was, alleenlijk het zilver en goud, mitsgaans de koperen en ijzeren vaten, gaven zij tot den schat van het huis des Heer. Dus liet Jozua de hoer Rahab, de elduur werkers, leven. En het huisgezin haar vaders en al wat zij had. En zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag. Omdat zij de boden verborgen had, die Jozua gezonden had, om Jericho te verspieden. En terzelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende, vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho, let op, bouwen zal. Rome weer opnieuw opbouwen zal. En Rome is nogmaals een keer opnieuw opgebouwd in onze tijd, het moderne Rome. Vervloekt is diegene die dat heeft gedaan. Daarom moest het oude letterlijke Jericho ook weer opnieuw opgebouwd worden. Want we hebben een letterlijk keizerrijk, noemen we dat even, Rome, dus letterlijk Rome en een geestelijk
Rome. We hebben een eerste Jericho en we hebben een tweede Jericho. En het tweede Jericho werd toen in het letterlijke Israël ingesloten. Dat hij ze grondvestte op zijn eerstgeborene zoon. En haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Nou, dan mag u dat allemaal nogmaals doorlezen natuurlijk in 1 Koningen 16 vers 34. Plus de oudsten die zijn nog gestorven. Alzo was de Heere met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. De geruchten lopen straks door het ganse land. Waar wij straks mee bezig gaan, lieve broeders en zusters. Mensen gaan in één keer begrijpen waarom wij die geweldige boodschap mogen hebben. Omdat zij zelf nog moeten geroepen worden. Uit Jericho, uit Rome, uit de PKN-kerken vandaan. Uit de Sharta Ukamene-kerken vandaan. Zit u daarin, u gaat verloren. Wij hebben gezien dat er één persoon was die heel goed begreep. Horen in tollenaars gaan u voor in het koninkrijk, zei de Heer Jezus. Die heel goed begreep wat er aan de hand was. Zij was een beetje een insider, om het zo maar uit te drukken. Een nederige vrouw die zich liet misbruiken. Die zich liet bespotten en belagen door laaghartige mannen, als ik het zo maar even uit mag drukken. Die het bij hun vrouwen niet konden vinden. Toch, want zo werkt dat. Mannen die naar hoeren toe gaan. En zij begreep als geen ander wat het was om vernederd en bespot en belaagd te worden, letterlijk. En daar zitten ook geestelijke broeders en zusters die in die Chateaumene kerken zitten, die heel goed verstaan wat het is om belaagd en bespot te worden, die onrecht niet uit kunnen staan. Zondags, zelfs de eerste werkdag van de week, nog mooi in de kerk zitten. En maandags bedrieg je de hele wereld weer. Want zo wordt er vaak over gesproken. Zo is dat ook vaak. Omdat ik daar zelf ook tussen heb gezeten. En dat zelf heb gezien. Dat gebeurt dus ook in binnen Gods volk. Dat mag ook duidelijk zijn. Maar ook in die Sjaartelijke Menenkerk. En dan wil ik u graag nog één deeltje lezen. Een klein gedeelte. In wat voor tijd wij leven. Hoe die crisis op ons afkomt. Nogmaals uit de Schatkamer der Getuigenissen, deel 3. En wel bladzijde 288. Bladzijde 288. En daar staat boven de laatste crisis. Wij leven in de tijd van het einde. Bladzijde 288, deeltje 3. Het getuigenis der gemeente. Wij leven in de tijd van het einde. De snel in vervulling gaande tekenen der tijden verkondigen dat de komst van Christus zeer nabij is. Dat begreep de hoer Rahab ook. Dat volk komt naderbij. De tijd waarin wij leven is ernstig en belangrijk. De geest van God wordt langzaam maar zeker van de aarde weggenomen. Neem hem even mee. Plagen en oordelen vallen reeds op hen die de genade Gods verachten. De rampen te land en ter zee, de onzekere toestand in de maatschappij, de oorlogsgeruchten zijn onheilspellen. Zo voorzeggen komende gebeurtenissen van de grootste betekenis. De handlangers van de boze, dus de duivelhandlangers, verzamelen en versterken hun krachten. Ze versterken zich voor de laatste grote crisis. In onze wereld zullen zich spoedig grote veranderingen voltrekken. En de laatste gebeurtenissen zullen snelle gebeurtenissen zijn. Let op. Jozua, leest u dat allemaal? U mag in Jozua 4 ook nog voor gaan lezen. Snelle gebeurtenissen zijn het. De toestand in de wereld laat zien dat onze zware tijden te wachten staan. De kranten staan vol berichten over een verschrikkelijke oorlog in de nabije toekomst. Brutaal. De roofovervallen zijn aan de orde van de dag. Stakingen zijn algemeen. Vakbonden, hè? Waarschuwt. Ze zwijgt heel vaak voor. Diefstal en moord gebeuren overal. Van de duivel bezeten mensen benemen mannen, vrouwen en kleine kinderen hun leven. De mensen zijn behept met alle mogelijke ondeugden. En op alle gebied overheerst het kwaad.
de vijand, is erin geslaagd de gerechtigheid geweld aan te doen. En de harten der mensen te vullen met het verlangen naar zelfzuchtig gewin. Alles is van ons, wij moeten alles hebben. De gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat. En wat recht is, kan er niet ingaan. Die waarheid, die laatste waarheid, dat nieuwe licht, struikelt op de straat. Jesaja 59, vers 14. In de grote steden, daar komt hij, leven massa's mensen in armoede en ellende. Bijna zonder voedsel, dekking en kleding. Terwijl in dezelfde steden mensen wonen die meer hebben dan hun hart kan begeren. Die in weelde leven, hun geld besteden aan rijk ingerichte huizen en aan opschik, of nog erger, aan de bevrediging van zinnelijke lusten, alcohol en nog andere dingen die de vermogens van de hersenen vernielen, de geest verstoren en de ziel doen ontaden. De kreten van een hongerlijdende mensheid stijgen op tot God. Terwijl aan de andere kant door verdrukking en afpersing geweldige fortuinen worden opeengehoopt. En dan is straks dat grote moment daar, dat die muren van Rome vallen en de hele economie stort in elkaar. Als groezelsteentjes, er blijft niets van over. En dan kunnen wij straks overheen lopen. U mag straks door Gods kracht je luide roep brengen. Als u zich goed hebt voorbereid. Als u Jezus Christus met zijn dienstknechten niet hebt verloochend. Dat komt hier wel heel duidelijk uit naar voren volgens mij. Dus weet wat u te doen staat. Weet dat deze geschiedenis bepalend voor uw eeuwigheid kan en zal zijn. Ik help met u dat u die zegen van God mag ervaren in uw hart. Dat u dit mag verstaan en er iets mee gaat doen. En inderdaad, met gevaar voor eigen leven. Net zoals zo'n Rahab de hoer. Met gevaar voor eigen leven, maar zelfs haar moeder, broeders, zuster, vader nog heeft gered. Omdat ze begreep dat God met zijn volk aan het werk was. Met u en mij aan het werk is. Om zijn oprechte kinderen nog uit al die kerken te roepen. U kunt daar ook bij zijn. Ik mag er ook bij zijn. Waar staat u? Wie bent u? Of verloont u Jezus Christus? U mag het allemaal zelf invullen. Maar de waarschuwing hebben we gelezen en weten in wat voor tijd we nu leven. Aan u de keuze. Jezus Christus zal u helpen om een juiste keuze voor hem te kunnen en te mogen maken. Amen. We willen nog een lied zingen. Psalm 64. Psalm 64. En daarvan het zevende vers. Maar God, aanschouwend al hun lagen, die bloot zij voor zijn aangezicht, zal ijlings met een scherpe schicht hen treffen en door zware plagen en straf doen dragen. Ze ontkomen niet aan de straf. Mensen die dit soort dingen doen, wat we zo pas ook hebben gelezen nog, hun getuigenissen voor de gemeente. Laten we samen zingen Psalm 64.
Laten we de Heer nogmaals zoeken in gebed. Ook voor de nieuwe week die komt. En ook voor hetgeen wat Hij ons weer heeft willen openbaren. Dankbaar voor zijn. Wilt u de Heer met mij zoeken in gebed? Lieve goede getrouwe God de Vader. Wat een geweldige geschiedenis is dit. Dat u ons dit allemaal op deze manier wilt openbaren in deze tijd van het einde. Dat we nu echt kunnen profiteren. Kijk, dat is daar gebeurd. En dat gebeurt exact hetzelfde weer in onze tijd. Lieve Heer Jezus, wilt u ons helpen? We zijn u dankbaar dat u ons wilt helpen. En dat we dit al mogen weten, maar ook helpen om verder te studeren. Meer onderzoek te doen naar uw onfeilbaar woord. Dat we steeds beter en meer kunnen en mogen profiteren. We willen u voor deze komende week, of u met ons mee wilt gaan, dat we de rust mogen bewaren in ons hart. Gerechtigheid door geloof uitleven, oprecht zijn. U niet verloochenen. Onze medebroeders en zusters niet verloochenen. Want dat haat u, lieve Heer Jezus, lieve God. Dat is in de hemel al begonnen bij Lucifer, de Satan. En als we in die voetsporen gaan, is het einde voor ons daar. Passen wij niet in de hemel. En u hebt het heel goed laten zien hoe u dat beloont. Als wij wel recht tevoren trekken, dat zij naar links of naar rechts niet gaan, recht tevoren trekken. Zoals in Jozua hebt u dat laten zien aan ons. Maar ook bij een hoer, Rahab. Vanuit Jericho vandaan. Open ons verstand dat we het mogen zien. Dat straks de 144.000, inclusief de 11e uur werkers, dat geweldige mooie verlossingsplan uit kunnen en mogen dragen. Zo leggen wij alles weer voor u neer, lieve Heer. Ook deze week. Ga met ons mee. Ook met de middelen, dat de middelen binnen mogen komen om die geweldige mooie waarheidsboodschap meer uit te kunnen dragen. Dit alles bidden we van u, lieve Heer God. Niet omdat wij dat verdiend hebben. Maar zegenen ieder Heer die ook mee wil helpen om dit werk verder voor te zetten. Om Christus Jezus, onze geliefde in naam te Amen. We willen straks na de inzameling nogmaals Psalm 64 zingen. Psalm 64. En daarvan het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. Betrouwend op den Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam beleiden. Juist in de tijd waarin wij komen te leven. Maar eerst willen we met z'n allen een inzameling doen en luisteren naar orgelmuziek. Ja, open onze ogen, dat wij mogen zien. We willen samen gaan staan voor onze God de Vader, om de zegen te mogen ontvangen. Maar eerst het lied te zingen, Psalm 64, vers 10. En daarbij blijven staan om die zegen te ontvangen. Laten we samen zingen, Psalm 64.
Ja, wij, als we oprecht zijn in ons hart, mogen wij de Heer ontmoeten. Zelfs in leven zijnde mogen we hem dan ontmoeten. Maar we gaan eerst die geweldige zegen van God meekrijgen om tot zegen te mogen zijn. We willen namelijk die geweldige waarheden uitdragen. De Heer moet het doen in uw hart, dat hebben we begrepen. Ook voor de elduurwerkers, ook voor zo'n Rahab, hebben we dat ook weer gezien. Laten we daarom onze hoofden buigen om die zegen van God gezamenlijk te mogen ontvangen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.